Goedendag, kijk naar de weersverwachting van een Weerplaza. Op de satellietfoto van vanochtend zien we dat er veel bewolking boven Nederland hangt en ook in de omgeving van Nederland. En uit die bewolking valt plaatselijk wat regen of motregen. Maar de opklaringen boven het oosten van Engeland komen langzaam onze kant op en die gaan ons in de loop van de middag bereiken. Dat betekent dat we in het westen dus heel af en toe de zon te zien krijgen, maar in de rest van het land blijft het nog lang grijs. Temperaturen. Rond het middaguur 10 graden in het noordoosten, zo 14 à 15 graden in het zuiden. En overal komen er nog een paar graden bij. Uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 12 à 13 graden in het noorden en 17 of 18 graden in het zuiden. Daarbij dus her en der een spatje regen of motregen en in de loop van de middag langs de westkust ook af en toe zon. Vanavond zien we de opklaringen dan verder terrein winnen. Het wordt ook geleidelijk droog, de regen trekt via het noordoosten weg en de temperaturen liggen halverwege de avond tussen de 9 en 13 graden. Komende nacht is het 9 à 10 graden. Dat zijn bijna de normale maxima voor deze tijd van het jaar. Maar nu dus het minimum voor komende nacht. Er kan wat nevel ontstaan en het blijft verder droog. Morgen hebben we dan heerlijk weer. Een zuidenwind voert warme lucht aan. Er zijn nog wel hoge wolkenvelden, maar de zon schijnt ook geregeld en het blijft droog. Temperaturen gaan flink oplopen. Op de Wadden en in het noorden 15 à 16 graden. In het middenland 17 à 18. En u ziet het, in het zuiden is lokaal zelfs 20 graden mogelijk. En dat op de laatste dag van oktober. Ongekend hoge temperaturen. En dat hebben we niet alleen morgen, want ook de zaterdag wordt een warme dag. Zeer warm voor de tijd van het jaar. 18 tot misschien zelfs 21 graden. Zaterdag is er meer zonneschijn dan vrijdag. Er zijn nog wel een paar wolkjes en de wind blijft uit het zuiden waaien. Wordt aan zee dan windkracht 4 tot 5. Dat is een fractie meer dan wat we morgen hebben. Zaterdagavond of in de nacht naar zondag kan er langs de kust misschien wat regen vallen. En dat vormt de start van een wat meer wisselvalligere periode. Zondag krijgen we te maken met meer bewolking. De zon schijnt ook nog van tijd tot tijd, vooral in het zuidoosten. Temperaturen gaan iets naar beneden, maar het 16 graden blijft het zacht. Maandag gemiddeld 15 graden en enkele buien. En als we dan naar de langere termijn kijken, dan zien we dat het kwik toch duidelijk gaat dalen. Na de piek op zaterdag komen we woensdag rond een graad of 12 uit. Dat houden we dan voorlopig vast. Daarbij dus wisselvallige weer, waarbij het ook iets harder gaat waaien. Zover is het allemaal nog niet. Eerst hebben we morgen en zaterdag schitterend weer. Ik hoop dat u ervan kunt genieten. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.